Het NIO doet bodemonderzoek om te ontdekken hoe het bodemleven het leven boven de grond beïnvloedt. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet bij natuurherstel van landbouwgronden. Ja, hier zien we een plant en die plant groeit in grond. En in die grond, hoewel je dat niet ziet, zit ook heel veel leven. Micro-organismen, bacteriën, schimmels, aaltjes. En die plant die voedt die bodemgemeenschap. En elke plant doet dat weer anders. En wij onderzoeken waarom en hoe planten die bodemgemeenschap beïnvloeden. Aan de andere kant is het ook zo, als die plant die bodem beïnvloed heeft, als je daar dan een andere plant op groeit, dan reageert die daarop. Dus aan de ene kant beïnvloedt de plant de bodem, maar de bodem beïnvloedt vervolgens ook weer de plant die daar later op groeit. Nou, wij proberen te begrijpen hoe dat werkt en ook hoe we dat kunnen sturen. Een groot deel van ons onderzoek gaat over natuurherstel. En wij proberen dus te begrijpen van wat kan je nou met deze bodem, wat kan je dus nou met grond, met daarin die micro-organismen, doen om natuurherstel te verbeteren of natuurontwikkeling te versnellen in Nederland op voormalige akkers. Voor dit onderzoek nam het NIO contact op met Machiel Bos van Natuurmonumenten. Het NIO was op zoek naar een natuurgebied of op een voormalig akker dat net zeg maar uit productie genomen was, dus waar de boer net gestopt was, om daar te kijken van kunnen we die natuur die daar ontwikkeld moet worden, kunnen we dat nu versnellen door de juiste bodem daar al te transplanteren. En want het idee dat bij het NIO al een tijdje rondzong, zeg maar, waar we al een tijdje mee bezig waren, was dat je nooit de juiste plantengemeenschap krijgt als je niet ook de juiste bodem daarbij hebt. Nou, en dus dat was toen allemaal vrij nieuw. En zo is het NIO toen eigenlijk in contact gekomen met Machiel van Natuurmonumenten. In 1995 kreeg Natuurmonumenten een voormalig akkerbouwgebied op Planken Wambuis in beheer om er nieuwe natuur te ontwikkelen. We haalden de rasters rondom die akkers weg. De herten konden erop, onze begrazingsponies konden erop, de wilde zwijnen konden erop. En we dachten toen, ja, en dan wordt het nu wel wat. En toen klopte het NIO aan mijn deur. Wij willen dolgraag een proefveld om te kijken of we die ontwikkeling van dat intensief gebruikte akkerland kunnen beïnvloeden naar een situatie die jullie eigenlijk meer wenselijk vinden. Het NIO kreeg met het proefveld een mogelijkheid om bodemonderzoek in de praktijk te brengen. Voor ons was het een belangrijke stap dat we zeg maar een veldproef konden doen, waarbij we dus relaties van planten met bodems en plantenbiodiversiteit en bodembiodiversiteit konden onderzoeken in het echt, zeg maar, in de natuur. Een aantal jaren daarna kregen wij Rijerskamp, 180 hectare, ook voormalige akkergrond. En wij dachten, en hoe gaan wij dit nu een stoot geven richting de natuur, het soort natuur wat we willen? En een van de manieren waar we mee bezig zijn, waar we onderzoek aan doen, is dat je bodemtransplantatie kunt gebruiken. Waarbij je dus bodem van een ander natuurgebied uitstrooit op die landbouwbodem. En daarmee hebben we ontdekt, kun je dus inderdaad die landbouwbodem veranderen, zodat die meer natuurlijk wordt. Tot 10 jaar geleden was dit landbouwgrond. En voor een deel hebben we hier de bouw voor afgegraven. Zo'n 20, 30 centimeter diep. Die zwarte grond weggehaald en wat er dan overblijft is geel kaal zand met grind. En we wilden hier toch op redelijk korte termijn echt heidenatuur hebben. Wat Natuurmonumenten gedaan heeft, die heeft grond verzameld uit een heidegebied vlakbij in de buurt. En hier zie je dan bijvoorbeeld heidegrond. Het is donker, daar zit veel organische stof in. Maar je ziet ook, er zitten plantenresten in, stukjes wortels. En die grond hebben ze eigenlijk uitgestrooid op die mineralenbodem en ook op die landbouwbodem. En dat is eigenlijk niet anders dan dit, dat je dus een dun laagje grond uitstrooit over die andere bodem.
En dat hebben we in één keer hier in een dun filmpje uitgestrooid. En wat zie je nu? Na 10 jaar groeit hier gewoon struikhei. Er groeien hier andere mini schrale plantjes die ook bij dat droge heidesysteem horen. Ja, en dit is gewoon prachtig. Dit is echt prachtig. De transplantatie van heide- en graslandbodems op Reijerskamp is succesvol. In 10 jaar tijd zijn biotopen ontstaan met nieuw leven onder en boven de grond. Zonder bodemtransplantatie kan zo'n proces wel 50 jaar duren. Ik vind dat je daar kan zien van hoe in de praktijk je zoiets kan doen en ook wat het dan kan opleveren. En daar heb je eigenlijk weinig uitleg meer voor nodig, denk ik, want het spreekt voor zich. Dus wat mij betreft is het eigenlijk een voorbeeldproject voor Reijerskamp is een voorbeeldproject voor bodemtransplantatie in Nederland en misschien ook wel buiten Nederland, denk ik.